Maar mensen waren ook blij, weet je. Dat was leuk. Dan liep ik in Amsterdam en het nieuws was, Najib krijgt een baby. Vooral taxichauffeurs. Stapte ik in. Hey, ouwe, gefeliciteerd, ouwe. Hij doet dit, hè? Ja, dat soort dingen. Hij zei, Najib, wat wordt het nou? Is het nou volgens jou, wat is het nou? Wordt het een Marokkaanse baby of een Hollandse baby? Wat is het nou? Ik zeg, kijk, weet je, kijk, ik ben hier niet geboren, maar weet je, ik voel me hier thuis, weet je wel. Ja, ik bedoel, ik voel me een Nederlander en een Marokkaan. En ik zeg, hier, mijn hele familie woont hier, mijn leven is hier, mijn vrienden. Ik zeg, maar hij wordt hier wel geboren, weet je wel. Voor hem is het, ja, dit is zijn geboorteland. Hij gaat naar een Nederlandse school, krijgt Nederlandse vriendjes. Weet je wel, leren hem Nederlandse dingetjes, weet je wel, feestdagen, Sinter Maarten, Sinterklaas, Zwarte Piet of gekleurde Piet of gewoon een Roet Piet of gewoon zoek het lekker uit met je Piet. Ik zeg, voor mij is het gewoon, ja, gewoon, ik zie hem gewoon als een Hollands kindje. Maar, als hij iets verkeerds doet, is het ineens een Marokkaans kindje. Want zo werkt dat hier. Kijk, als mijn kind later opgroeit, we noemen de dingen ook anders, hè, als hij ze doet. Stel, mijn kind groeit later op, krijgt een gezinnetje, maar er knapt hier iets boven. En hij vermoordt ze allemaal. Dit is trouwens een extreem voorbeeld, hè. Ja, maar hij vermoordt ze. Dan heet dat, als hij het doet, eerwraak. Doet een Hollandse jongeman, precies hetzelfde met zijn gezin, noemen we het familiedrama. Het is even gruwelijk, alleen we hebben er andere namen voor. Kijk, dan kies ik toch liever voor het woord familiedrama. Klinkt iets vrolijker. Ja, ja, hier. Wat is hier gebeurd? Eerwraak. Wat is daar gebeurd? Familiedrama. Ik doe er net geen dansje bij. Afrikanen die hier naartoe komen om te werken noemen wij economische vluchtelingen. Maar Nederlanders die naar Afrika gaan werken noemen we expats. Weet je, het zit er in sommige woorden en dat is ja... En ik ga mijn kind één ding duidelijk maken, dat is discriminatie is er altijd al geweest. Zal altijd zijn, zal altijd blijven. Ja, dan kan ik even klappen. Ja, maar het is, weet je, je moet er gewoon mee leren omgaan. Je moet het van je af laten glijden en door met je leven, anders heb je namelijk geen leven. Want iedereen discrimineert. Het probleem is, iedereen doet het. Als het één groep is of één iets, dan denk je, ah, hun. Allemaal, dat komt door vooroordelen, die hebben we helaas allemaal. En weet je, iedereen heeft vooroordelen. Als je die uitspreekt, dan is dat vaak discriminatie, weet je, ja. En het mag niet, en dit en dat, aangifte gaan doen, en er gebeurt niks mee. Weet je, ik denk, er is waarschijnlijk behoefte aan discriminatie. Daarom doen mensen dat. En nu lijkt het heel veel, maar dat komt door social media. Twitter, Facebook. Het komt, weet je, in je huis in, zeg maar. Ik heb ook van die dingen wel eens gelezen, weet je, die naar mij waren gestuurd van de meest grove dingen. Ik weet niet of ik mag zeggen, de tv's erbij. Maar kanker Marokkanen, ze moeten hier van gassen, net als de Joden. Adolfje uit Spijkenisse. Ja, dat lees ik dan. Denk ja, weet je, ik kan wel de hele... Oh, wat erg! Weet je, maar goed, voor die jongen was het gewoon... één druk op de knop en hij gaat verder met zijn leven. En ik zit dan maar te lezen. Ik denk, wat zegt hij nou? Vroeger was er nog geen Twitter, nog geen computer, geen handtelefoon. Moest hij, als hij dit wilde zeggen, de trein pakken van Spijkenisse naar Rotterdam, overstappen naar Amsterdam. Dan moest hij van Amsterdam naar Zaandam, want ik woonde in Krommenie. Stoptrein Zaandam. Dan was hij gewoon een halve dag bezig. En dan moest hij bij mij aanbellen, deed ik de deur open en dan kon hij dat in mijn gezicht zeggen. Maar dat is nu niet, weet je wel. Dan denk ik, ja, weet je, er is behoefte aan. Waarschijnlijk moeten we het uit het hoekje halen. Want het is nou spannend, weet je wel. Het mag niet en ik doe het toch. Haal het eens uit het hoekje. Gewoon één dag in de week wel mogen discrimineren. Dat is niet meer leuk. Gewoon een discriminatiedag in Nederland. Woensdag hakdag doen we vrijdag discriminatiedag. Zo even lekker voor het weekend even losgaan. Als het nodig is, hè. De helft is stil, maar de andere helft denkt, wat een goed idee, hè. Ja, echt wel. Stel, je staat bij de bakker op vrijdag. En er drinkt iemand voor. Want de bakker vraagt, was u aan de beurt, mevrouw? Ja, nee, ik was aan de beurt. Ja. Er is stokkenbrood. Stokkenbrood. En die mevrouw zegt, nee, jongeman, volgens mij was ik voor. Wat? En de bakker zegt, hallo, geen ruzie maken, hè, mensen, het is vrijdag. Oeh, ja, zeg, kut Marokkaan, ja, jij. Ja, berber aap, ik heb het tegen jou. Ja, je komt hier binnenwandelen met je gestolen kleren, hè? Kleine Hezbollah-strijder, hè? Ja. Ja, en dan bestel je stokbrood van onze uitkering, je bent nog lang niet aan de beurt. Ga eens even naar achteren, hup, voor straf moet je helemaal achter. Minder. Wat? Wat is er? Oh! Vrijdag, ja, vergeten, ja. Gaan we voor Hollandse hoer. Hollandse hoer. Zie je allebei even gediscrimineerd, opgelost, klaar. Verder met je leven. Ander voorbeeld, Bijlmermeer, busstation. De passagier staat te wachten en daar komt de bus, hoor. Te laat. De deuren gaan open. Buschauffeur, waar was je? Nee, kijk op je horloge. Kijk op je kwart over. Op de dienstregeling staat, u zou om 10 uur hier zijn. Nee, je moet me aankijken met je slavenhandelaar gezicht. Ja, ik praat met je. Waar was je? Wat denk je? Kom naar de Bijlmer, ze zullen wel nog slapen. Huh? Wat ga ik mijn baas vertellen? De witte buschauffeur was te laat, dus ik ook. Wat was je thuis aan het doen? Kinderporno aan het maken in een kwartier? Wat?
Luister even, Bokito. Kom je nog naar binnen met die banaan in je reet, of niet? Allebei hebben gediscrimineerd. Klaar, verder met je leven. Mensen vinden elkaar niet allemaal aardig. Het hoeft ook niet. Zolang je elkaar niet de hersens inslaat, weet je wel, denk ik, oké. Okay. Maar goed, het was wel de bedoeling, weet je wel. Jaren 70, 80 kwamen de eerste allochtonen. Die werden ook met mij opgeschept, want er was werk hier. Vies, zwaar werk. Dus toen kwam mijn vader het opknappen. Ja, was niet, als mijn vader had gezegd, waar wil je heen? Hawaii. Hawaii was geen zware, vies werk. Dus toen kwam hij. Maar goed, weet je wel, kijk, zolang je elkaar niet, weet je wel, zolang het hoeft allemaal niet. Mensen zeggen, ja, maar we moeten elkaar aardig vinden. Dat hoeft allemaal niet, weet je, we zijn ook niet allemaal aardig. En we zijn ook niet gelijk. We zijn wel gelijk, maar we worden niet gelijk behandeld. Kijk, als dat zou gebeuren, zou het een betere wereld zijn. Sowieso in Nederland zijn we beter, weet je wel, elkaar met respect behandelen. Maar goed, sommigen gooien er met een petje naar, hè? En sommigen met een knuppel. Dus, zo, zijn er vragen? Zijn er vragen tot nu toe, dames en heren? Nee, hè? Leuk. Ah ja. Kijk, in Nederland, Google. Google zit hier, Starbucks, al die grote bedrijven. En waarom? Ze hebben een afspraak kunnen maken. Met de Belastingdienst. Serieus, dat wist ik niet. Ik heb het laatst op tv gezien. En dezelfde Belastingdienst, Circus Rens, kan het even niet betalen. Wordt hup opgedoekt. Dat is toch niet gelijk, of wel? Als jij je hypotheek niet kan betalen, wat komt de bank doen? Komt die huis gewoon verkopen. Maar dezelfde bank die miljoenen leent aan de Grieken. En de Grieken zeggen, we kunnen nog niet betalen hoor. Oh, oké, okay, dat is goed. Dan gooi je maar wat borden kapot. Ach ja, kijk, weet je, en ook hier in Nederland, weet je, dat tolerant en dat lekker thee drinken met elkaar en dat nee, dat is goed en dat werkt ook niet meer. Je kan gewoon beter hard de waarheid aan mensen vertellen. Hè, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Ik vind tenminste, ik wil weten waar ik aan toe ben. Ook al is de waarheid hard, prima. Ja? Mohammed komt veel minder vaak aan een baan als de naam Jan. Dat is gewoon een feit. Dat komt ook omdat die baas die Mohammed met die lulsmoes opbelt. Nee, Mohammed, we hebben al iemand, joh, nee, goeie cv en wat jammer. Zeg gewoon tegen die Mohammed, Mohammed, we zijn gewoon bang dat je hier opblaast. Ja, dat je de koppen eraf hakt hier bij ons. Ja, dat doen jullie toch? Dat zien we op tv. Ja, die jongens zijn ook bang, toch? Zie je? Allemaal bang. Kijk, dan weet Mohammed waar hij aan toe is.